ronden we daarmee dit agendapunt af. En dan gaan we naar de afdeling bestuur en middelen voor de fractievergoedingen. Er is door GroenLinks een aantal schriftelijke vragen gesteld. Geven die vragen nog aanleiding tot vervolgvragen, meneer Van Keulen? Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb wel een tweetal vervolgvragen. Nou, stelt u ze. Dank u wel. Uit die beantwoording maken wij op dat de griffier niet wordt gezien als de scheidsrechter. Ik wil er even aan herinneren dat daar in het verleden heel anders over werd gedacht. Want toen ik commissielid werd, toen werd er heel duidelijk gezegd van ja, die griffier is de scheidsrechter als het om die fractievergoedingen gaat. Maar goed, dan mijn vraag. Als het dus de scheidsrechter er niet is en de spelers gaan op hun eigen gelegenheid bepalen of de overtredingen wel of niet door de beugel kunnen, hoe gaan we dan ooit bereiken dat de wedstrijd eerlijk gespeeld wordt? En dat vraag ik dan eigenlijk aan meneer Streng als voorzitter van het presidium. Hè, want ik heb begrepen dat dit raadsvoorstel door het presidium is ingediend. Hoi, ik ben Siri. Kan ik je van... Ja, meneer Streng. Ja, goedenavond allemaal. Konden we maar een wedstrijd spelen zonder scheidsrechter, hè? Dan zou het fair play zijn. In principe is het natuurlijk zo dat de Griffie toetst en adviseert aan het presidium. En dat het presidium dan vervolgens daar een inhoudelijke toets op doet. En dat betekent dus dat dat onder mijn verantwoordelijkheid gebeurt. Dus als u wil, ben ik de VAR. En dat betekent dus dat dat de manier is waarop wij de declaraties toetsen aan de verordening zoals die voor ligt. En ik heb alle vertrouwen in de Griffie dat die toetsing adequaat en goed gebeurt. Dan is een volgende vervolgvraag aan meneer Streng. Kunt u mij dan uitleggen hoe het mogelijk is dat de Griffie de advertenties, de kosten voor advertenties in eerste instantie allemaal heeft afgekeurd en dat u nu zegt van nee, die keuren we alsnog goed, want u bent de VAR tenslotte. Ja, voor alle duidelijkheid, we hebben met elkaar afgesproken dat we voor 20 dat voor het laatst doen met elkaar en dat we dat voor 21 niet doen. En het is natuurlijk aan de politieke partijen zelf om kenbaar te maken hoe ze hun politieke boodschap willen uitventen. Hè. Daar gaan de partijen zelf over. En als ze dan ook besluiten om die uitingen voor declaratie in aanmerking te laten komen, dan worden die gewoon getoetst en in het presidium besproken. Dus het betekent gewoon dat voor 21 de discussie eigenlijk gevoerd is en we met elkaar hebben afgesproken dat we een dergelijke manier van politieke uitingen niet voor vergoeding in aanmerking komt. En dat besluit is genomen. En dat betekent dat voor 21 die discussie niet meer gevoerd hoeft te worden. Maar op deze manier gaan we ook een beetje voorbij aan de discussie over 2020. Waarom gaat u aan die discussie voorbij? Nou, daar ga ik niet aan voorbij. Dat is gewoon in het presidium nadrukkelijk met elkaar besproken. Dat het een afwijking is ten opzichte van eerdere toetsingen. En dat betekent dat we het voor 20 nog honoreren, maar voor 21 niet. Dus dat is een heel helder standpunt vanuit het presidium. Dank u wel. Okay. Dat waren uw vervolgvragen. Ja, ik heb wel straks, en misschien als dat, misschien kan ik dat meteen doen in eerste termijn, wat vragen aan mijn mede-commissieleden. Ja, nee, maar voorzitter. Dat ik daar even mee moet wachten. Even wachten, meneer Van Keulen. Ja, dat zeg ik tegen een paard, dus dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Maar, ik ben paardenhouder, dus ik ben het wel gewend. Nee, maar wat we nu hebben gehad, dat is de technische vraagstelling, naar aanleiding van de technische vragen die u gesteld heeft. En u bent de enige die technische vraag gesteld heeft, dus die termijn die hebben we gehad. We gaan nu over naar de politieke vragen. Ik heb net in de chat een aanmerking gekregen van de VVD, de heer Raad en van de ChristenUnie van mevrouw Visser. Maar ik ga ervan uit dat dat politieke vragen zijn. Oké.
Dan gaan we daar nu naar de ronde politieke vragen. En ik heb begrepen dat de heer Van Keulen die in ieder geval ook nog heeft. Maar mevrouw Visser was de eerste die zich aanmeldde voor de politieke vragen. Ronde, ga u gaan. Ja, dank u wel, technisch politiek. Ik heb een vraag. Er is heel veel, al ontzettend veel gesteggeld, ook in het presidium. Daar zit mevrouw Manshander voor GroenLinks bij meneer Van Keulen. Maar nou zie ik dat rijtje weer. En er staat er bij punt 15, anders. En ik had zo graag gehoopt dat er een lijstje, en dat kan misschien ook niet, met echt concrete punten komen. Want dit wordt weer natuurlijk een Poolse landdag van wat dan wel en wat dan niet. Wat is nou precies anders? En hij staat ook wel en hij staat bij niet. Geven we dan niet de deur weer een keertje? Dat bedoel ik dan met anders. Nou, de toetsing was in het verleden anders. En dat betekent dus dat de toetsing voor 21 hebben we afgesproken dat ze... Nee. Sorry, daar ben ik niet duidelijk met de vraag. In het lijstje, wat de bijlage is, staat een lijstje van wel en niet te declareren. In beide staat op punt 15 anders. Nou, ik voelde die discussie alweer komen. Want ik ga natuurlijk kijken wat ik anders kan doen dan het lijstje. Waarom kiest u voor deze optie om toch nog een keer die deur op een keer te zetten? Wat is anders? Dat is alles wat het lijstje erboven niet is. Ik heb het lijstje hier voor me. Ja, punt 15. Bij zowel wel als niet. Mag ik even, als ik een mening mag geven, voorzitter, een beetje ongelukkig gekozen. Oh, wat voor woord had u gezien willen hebben? Nou, ik zou punt 15 weghalen. En dan gewoon niet die hele discussie weer met elkaar aangaan. Want wat is dan anders? Nou, ik ben zo vrij om dat even in het midden te laten. En ik geef daar graag nog even schriftelijk antwoord op. Ja, en als u een abonnement nodig heeft dan, om het weg te krijgen, dan dienen we dat in. Het is maar een puntje hoor, maar... Het kan wat gevolgen hebben. Het zou heel veel discussie kunnen voorkomen. Ja. Daar ben ik met u eens. Het zet weer je onduidelijkheid. Dat zou kunnen. Meneer Raad, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Meer dan wat algemene vraag. Ik stap niet zo goed in namens wie de heer Streng nou precies antwoord geeft. Want naar mijn weten heeft het college geen enkele formele rol in het hele proces. Het is een verordening van de raad. Daar wordt door de griffie een advies over gegeven. En het presidium neemt daar een besluit over wat ze naar de gemeenteraad sturen. En de gemeenteraad besluit daarover. Nou krijgt het college allerlei vragen. En het is niet zo dat ik niet geïnteresseerd ben in de mening van de heer Streng. Maar ik snap niet dat hij er überhaupt een mening over heeft. Overigens is het in strijd met de beantwoording die is gegeven op de vragen. Meneer Streng. De vrijheid van meningsuiting, die hoef ik bij u niet onder de aandacht te brengen. Nee, maar, ik ben benieuwd. Ja, maar als voorzitter van het presidium ben ik gevraagd om deze fijne taak op mij te nemen. Omdat ik geacht word boven de politieke partijen te staan. Dus ik hoop een neutraal en onafhankelijk antwoord te geven als voorzitter van het presidium. En ik was ook bij de beraadslaging. Oké, maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Dan praten we hier als voorzitter van het presidium, waardoor ik het iets beter begrijp. Dan nog blijf ik van mening, het presidium bereidt iets voor en de gemeenteraad kan daar gewoon over besluiten. En ik hoop ook gewoon dat dat zo blijft, want ik zou het presidium niet het juiste gremium vinden om hier een eindoordeel in te vellen. Nee, maar als we het toch over een scheidsrechter hebben, dat is uw raad. Ja, maar als het presidium dat op voorhand loopt te tackelen, dan zie ik het niet zitten. Maar goed, dat is een mening. Maar ik had vooral even wat verwarring over uw rol hierin, maar dat is me nu helder. Fijn, dank u wel. Ja. Oké, meneer Zeilenmaker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb ook nog een vraag aan de voorzitter van het presidium. Die geeft aan dat wij afgesproken hebben voor 2021 om in ieder geval die advertentiekosten weer niet te vergoeden. Zoals het dan in de huidige verordening staat. Maar dat laat ons natuurlijk vrij. Ik praat even voor mezelf en ik wil graag een reactie erop. Dat staat natuurlijk ons vrij om te zeggen. En ik heb daar een aantal voorstellen voor gedaan, of voorstellen aangegeven richting
de griffie dat er andere gemeenten zijn die heel andere verordeningen hebben waar dat soort zaken allemaal weer wel mogen. Dus het is helemaal niet zo dat dit wettelijk vastgelegd is, ook enigszins richting de heer Van Keulen. Dus dat wij een soort, eigenlijk de boel aan het belazeren zijn, zoals hij een klein beetje suggereert. En het is gewoon niet zo. Dit is een verordening die ooit gemaakt is. Hij zou afgeleid zijn van de VEG-verordening, maar ook in de VEG-verordening staan deze regel niet. Dus dat zal nog wel even een discussiepunt worden. Ik denk dat we binnen redelijke termijn gewoon een nieuwe verordening moeten gaan vaststellen waarin staat dat we met elkaar afspreken, zodat we ook precies weten wat we allemaal bedoelen. En dan hopelijk niet weer elk jaar opnieuw die discussie te hoeven voeren. Dank u wel. Maar dat was ook een mening. Ja, maar ik vind het wel fijn als de heer Streng daarop reageert. Okay. Nou, fijn dat ik mag reageren. Ik denk dat het op zich natuurlijk belangrijk is dat we geen politieke discussies houden of mekaars vliegen afvangen over hoe we de uitingen plegen als politieke partijen. U bent daar vrij in, voor alle duidelijkheid. Wat u declareert, daar bent u ook vrij in. Alleen over de toetsing en de beraadslaging in het presidium zou dat misschien kunnen resulteren in een aanpassing van de regeling of een nieuwe verordening, zoals u suggereert. Nou, laten we het daar met elkaar dan nog eens over hebben. Graag. Oké. Okay. Dat waren de politieke vragen, meneer Van Keulen. Ik ben u niet vergeten, maar de vraag die u wilde stellen aan de overige commissieleden, die heb ik maar gesorteerd onder de meningvormende ronde die we nu gaan doen, zodat de commissieleden daar hun mening ook over kunnen geven. En we gaan nou, stelt u eerst uw vraag maar aan de overige commissieleden, meneer Van Keulen, en geeft u dan gelijk uw mening. Ja, dat is goed. Als ik zo meneer Zeilenmaker hoor, dan is iedereen, en meneer Streng zegt dat ook, alle fracties zijn vrij om hiermee om te gaan zoals ze zelf willen. Maar we hebben natuurlijk niet voor niks bepaalde regels met elkaar afgesproken. En dan vinden wij het een beetje storend dat de ene partij zich wel aan die regels houdt en de andere partij niet. Om daar iets aan te doen, en dan kom ik bij mijn vraag voor de mede-commissieleden, zou naar ons idee gewoon de rol van de griffier versterkt moeten worden. We moeten gewoon ons neerleggen bij wat de griffier zegt. Dat zou ik eigenlijk van u willen weten hoe u daarover denkt. En ten tweede vinden wij eigenlijk dat het die fractievergroeningen, dat daarover niet in het presidium beslist moet worden. Dat hoor ik meneer Raad eigenlijk ook zeggen. Dat moet gewoon in de gemeenteraad gebeuren. Dus ik zou graag van u willen horen hoe u daarover over denkt. En dan moet ik eigenlijk meteen mijn mening geven. Dat heb ik al enigszins gedaan. Het is op dit moment gewoon zo dat er bepaalde regels zijn en dat als bepaalde partijen zich niet aan de regels houden, dan wordt het binnen het presidium goed gepraat. Nou, dat stoort ons gewoon. En wij vinden dat partijen die zich netjes aan de regels houden, uiteindelijk gewoon de dupe daarvan zijn. Dus nogmaals, wij vinden dat de griffier daarin veel leidender zou moeten zijn. En misschien is daar een amendement of wat dan ook bij dit raadsvoorstel voor nodig. Hè. Daar moeten we ons dan misschien even over beraden. Maar dat er toch dingen een beetje anders moeten, daar zijn wij het wel over eens. Oké, okay. Dank u wel. Dan ga ik nu het lijstje doen zoals ik heb opgesteld. Dat is namelijk de fracties in omgekeerde alfabetische volgorde de gelegenheid te geven voor de eerste meningvormende termijn. De VVD, de heer Raad, over dit raadsvoorstel. Ja, dank u wel. Nou ja, wij kunnen achter dit raadsvoorstel staan. Wat ons betreft is het ook wel een hamerstuk. Maar ja, ik wilde wel wat over zeggen. Kijk, ten eerste is dit een discussie die altijd terugkeert. Dus je kan die verordening op 20 verschillende manieren schrijven. En dan zal je altijd discussie houden over of het goed wordt uitgelegd. Dus ik heb de illusie niet dat welk ander systeem we ook zullen gaan doen, dat discussie gaat oplossen. Als iemand zou voorstellen, laten we de verordening aanpassen, dan denk ik, laten we dat vooral niet doen. Want
dan krijgen we deze ellende, zal toch altijd terug blijven komen. Dat gaat niet weg, want het gaat om een interpretatieverschil. Ik hoorde dat de heer Van Keulen zegt, ja, ik vind het storend dat de ene partij zich wel aan de regels houdt en de andere niet. Ik vind het op mijn beurt storend dat hij suggereert dat sommige partijen zich niet aan de regels zouden houden. Namelijk, dat is een interpretatieverschil. U heeft bijvoorbeeld over die columns in de Andijker die als een advertentie worden gezien. Spreek ik even namens de VVD. De columns van in de Andijker worden uit onze partijkas betaald. Betaald door de leden. Omdat het inderdaad een soort partijpolitieke uiting is die je wellicht als een advertentie zou kunnen uitleggen. Maar stukjes die wij publiceren in de Binding of de Andijker of de Medemblikker, waarin duidelijk wordt gecommuniceerd over wat de fractie heeft gedaan, dus stemgedrag, verantwoording over hoe wij als VVD hebben gehandeld. Ik ben van mening dat dat, als je dan het lijstje erbij haalt, dat dat hoort bij punt 13 van die verordening. En dat het wel is toegestaan. Kijk, dan kunt u een discussie voeren, is dat terecht, ja of nee? Maar ik ben van mening dat dat wel daarin past. En zo hebben wij ook altijd verantwoord. Zo is het ook altijd goedgekeurd. Dus het is niet zo dat wij ons niet aan de regels houden. Alleen u heeft een andere opvatting daarover. En als we het dan toch daarover hebben, over partijpolitieke uitingen, dan vind ik het bijvoorbeeld wel gek dat we bijvoorbeeld advertenties wel meebetalen. Die staan ook in dat lijstje. Terwijl websites bedoel ik, want websites hebben juist veel meer partijpolitieke uitingen, want daar staan standpunten op en daar staat stem op ons op, daar staat kijk deze kandidaat, want die is zo goed bezig voor dit en dat. Dat vind ik meer partijpolitiek dan een stukje in de Medemblikker waarin gewoon staat dit was ons stemgedrag, dit was ons standpunt, klaar. Dus het is interpretatieverschil, dus u suggereert dat het niet zou mogen, dat sommigen zich niet aan de regels houden, dat vind ik onjuist. Nou, mag ik hierop interrumperen, voorzitter? Ja, dat mag. Ik ben het wel met meneer Raad eens dat het niet 100% duidelijk is wat nou wel en wat nou niet mag. Maar het gaat me ook niet zozeer om de voorbeelden die hij noemt. Het gaat mij gewoon puur om de advertenties die er in de Medemblikker gezet worden. En daar gaat vrijwel alle kosten aan op. En daar staan gewoon advertenties in met grote partijlogo's. En dan soms even met iets wat in de gemeenteraad behandeld is, maar dan meestal in de zin van standpunten. Wij als partij Hulp op de Pub vinden dit en vinden dat. En volgens mij is de verordening daar heel duidelijk over. En dat weten volgens mij de meeste collega's ook. Dus daar gaat het om. Nou suggereert de heer Van Keulen wederom dat wij ons niet aan de regels zouden houden. Ik heb het niet zozeer over de VVD. Nee, maar ik voel me wel aangesproken. Als het gaat om dat lijstje van dingen die wel mogen. Ik ben van mening dat advertorials horen bij punt 13 van het lijstje van dingen die wel mogen. En u zegt de regels zijn duidelijk. Nou, de regels zijn wel duidelijk, maar de interpretatie is verschillend. Net zo goed als bij een rechtszaak, dat een rechter ook op een gegeven moment een oordeel moet geven, omdat niet alle regels zo duidelijk zijn als ze kunnen zijn. Nou, dan kan je over reden twisten. Die discussie gaat overigens nooit verdwijnen, hoor. Die illusie heb ik niet. Maar uw suggestie dat er niet aan de regels wordt gehouden, vind ik onjuist. Kunt u een antwoord geven op mijn vraag over de versterking van de rol van de griffier daarin? Ik ben van mening dat het eindoordeel bij de gemeenteraad moet liggen. Oké, nou dat is ook duidelijk. De heer Zuidenmaker, PDF. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst richting de heer Van Keulen, die suggereert weer in deze termijn dat wij een soort van fraudeleus aan het handelen zijn. En dat is pertinent onwaar. Ten eerste moet de gemeenteraad hier nog over beslissen en beslist niet het presidium. Ik zeg dit nogmaals en ik wil graag van hem een bevestiging dat hij dat begrepen heeft, want ik twijfel daaraan. Het presidium neemt namelijk nooit een besluit. Besluiten worden genomen door de gemeenteraad. En dit is alleen vanuit het presidium gekomen als een voorstel naar de raad. De raad besluit en niemand anders. En laten we dat alsjeblieft zo houden. En laten we met elkaar afspreken dat we nu ophouden over elke advertentie nog weer een keer te praten. Als de heer Van Keulen aanwezig was geweest bij het presidium. En dat had hij kunnen doen, want dat is openbaar, ook nog eens een keer. En had hij kunnen vaststellen dat we dit deze keer hebben goedgekeurd. Omdat het vorig jaar ook goedgekeurd is.
En dat, het dan, dat daar dan ook weer een oorzaak voor is, dat gaan we hier ook niet bespreken. Ik bedoel, dit is gewoon zo geschied. Dit gaan we netjes afhandelen in de gemeenteraad. Hij mag zijn raadslid van GroenLinks mag hij adviseren om hier tegen te stemmen. Helemaal prima, democratisch, hartstikke goed. En daarna gaan we kijken hoe we dit volgend jaar gaan doen en of daar dan een nieuwe verordening voor moet komen of hoe we dat gaan doen. Gaan we met elkaar besluiten, meneer Van Keulen, dan mag u bij aanwezig zijn. Dank u wel. Voorzitter, interruptie. Mag ik daarop interrumperen? Het is voor mij heel duidelijk dat er regels worden overtreden. En het is een verordening en het is dit of dat. Voor mij is dat heel duidelijk. En ik ga geen partij beschuldigen. Maar het is wel een feit dat we dit al jarenlang, dit agendapunt... als een hamerstuk doorsturen. En het is, denk ik, omdat ik hier nu echt vraag over gesteld heb, dat we er nu in de commissie over discussiëren. En ik denk dat dat goed is, omdat het anders buiten de openbaarheid gebeurt. Dan kan je zeggen, ja, het presidium is ook een openbare vergadering. Nou ja, ik heb toevallig de notulen daarvan gelezen en daarom weet ik het. Maar we weten allemaal dat het bijwonen van een vergadering van het presidium heel lastig is. Dus ik ben het niet helemaal met meneer Zeilenmaker eens. Voorzitter, ik heb hier grote moeite mee. Want wat is er lastig aan het bijwonen van een presidiumvergadering? Nou, ik heb als commissielid dat wel eens 1 of 2 keer gedaan. Maar dan moet ik speciaal via de Griffie daar een link voor krijgen. En dat kan. Maar ik denk dat het voor gewone buitenstaanders, inwoners van onze gemeente nog lastiger is. Misschien worden die vergaderingen uitgezonden online. Dat weet ik niet eens. Maar ik heb de indruk dat het niet zo is. Nee, maar we gaan toch door naar de volgende spreker. De heer Neefjes van PW 2010. Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, goed, wij kunnen ons vinden in dit raadsvoorstel. Voor ons hoeft de Griffie niet extra in actie te komen als een soort scheidsrechter. Het is inderdaad zo dat de verordening een beetje, ja, die is wel eens multi-interpretabel. Maar ja, ik constateer geen overtredingen. Ja, sommigen die zoeken misschien wat meer de grens op. Maar goed, daar gaan we het later een keer over hebben, als we dit goed keuren. Dank u wel. Partij van de Arbeid. Meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook vinden in dit raadsvoorstel, dus dat is wat ons betreft een hamerstuk. En eens met de woorden van de heer Zeilenmaker, die wat dat betreft de spijker op zijn kop sloeg, wat mij betreft. En kijken naar de woorden van de heer Raad over de interpretatie. Ja, dat is inherent nu aan de verordening die we met elkaar hebben vastgesteld. En ja, wij zijn wel van mening dat daarin nog wel wat mogelijkheden in zijn, omdat naar ons idee transparanter te maken, zodat het en voor de Griffie, maar ook voor degene die de kast beheert, laat ik het zo zeggen, het makkelijker te maken. Dat we met elkaar komen in de toekomst naar een makkelijker opzet hiervan, wat ook gewoon transparant is. Want ik denk dat daar echt nog wel behoefte bij ligt, bij de fracties. Dus tot zover. Dank u wel. Hart voor Medemblik. Hart voor Medemblik. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg mijn microfoontje niet aan, dus sorry. Ja, dan geeft u maar nu eens aan. Gaat u gang, meneer Maleij. Dank u wel. Nou, wij kunnen instemmen met het stuk. Ja, de regels zijn duidelijk wat wel en wat niet mag. Ik ben het wel eens. Ja, punt 15 anders. Kan misschien weggehaald worden, maar daar gaan we het op een ander moment vast nog een keer over hebben. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen kan zich ook vinden in het raadsvoorstel. Wat ons betreft is het ook een hamerstuk. Wij vinden het waardevol als er ook verslag gedaan wordt van een gemeenteraad en dat bijvoorbeeld ook in de Medemblikken wordt gepubliceerd. Stel voor dat we dat niet meer zouden kunnen doen, dan zien de inwoners helemaal weinig van de politiek, verwachten wij. En wij vinden het ook inderdaad dat de partijen zich gewoon netjes allemaal aan de regels houden. Het is ook niet dat het presidium besluit neemt, dat is echt inderdaad aan de gemeenteraad. We hebben inderdaad een Griffie gevraagd om met een voorstel te komen om in ieder geval de verordening te versimpelen. Er zijn ook een aantal partijen die hebben daar suggesties voor gedaan. Onder andere de heer Beuken, de heer Zeilenmaker en ook mijzelf.
En wat ons betreft mag die verordening gewoon heel simpel worden. Dat is voor iedereen ook duidelijk. En dat we ook voor 2021 een aangepaste verordening kunnen aanstellen. Maar er komt inderdaad nog een voorstel voor, zoals verwacht. Dus akkoord met het raadsvoorstel, voorzitter. Dank u wel. D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vervang toch even de heer Nijsing, die is nog niet ingelogd, heb ik gezien. En ik hoor hem ook niet, dus dat neem ik even de honneurs waar. Ja, de discussie aanhorende, wij zijn sowieso ook, wij hebben geen problemen met het raadsvoorstel. Heb ik begrepen ook uit betrouwbare bron. De discussie gaat inderdaad over regels en interpretatie. Ja, wij vinden toch dit toch in eerste instantie ook een zaak is die in het presidium dan aan de orde zou moeten komen. En uiteraard moet de raad daarover gaan. Maar ja, deze discussie hiervoor vind ik inderdaad niet helemaal de juiste plek. Hè. Dat moet toch in het presidium denk ik worden voorbereid. En wat ons betreft komt dan daar ook aan bod, hè, dat zowel de hoogte, hè, van de vergoedingen als ook de manier waarop het wordt besteed, dat dat best inderdaad kritisch mag worden beoordeeld. Zeker ook de hoogte in verband met de regels die er zijn. En op die manier denk ik dat het weer goed moet landen en dat iedereen zich weer bewust is van de manier waarop er op een goede manier mee kan worden omgegaan. Maar het raadsvoorstel zelf is een aanstuk. Dank u wel. Nou, even hier Nijsink, wat mij betreft een waardige vervanger, meneer Vlaar. Dank u wel. Nou, graag gedaan. ChristenUnie, mevrouw Visser. Ja, voorzitter, voor ons ook een hamerstuk. Die discussies die zijn, en ik heb toch wel wat raadsperiodes achter de rug, altijd een discussiepunt interpretabel. Ik vind alleen de geur en de kleuren die meneer Verkeulen aan deze discussie geeft, echt niet kunnen. Alsof er fraudeurs in de raad zitten of in het presidium. In het presidium natuurlijk heb je de discussie los. Laten we eerlijk zijn, het gaat over geld en wat je terug moet betalen en hoe je kast ervoor staat. En ja, daar doen we ons best voor om toch ook sommige stukken te krijgen. U doet net alsof partijen zijn die de regels wat slimmer interpreteren. Ik weet niet meer wat u zei, ik vond het niet zo positief. Ik vind dit nog positiever wat ik zeg. Nee, ik baal ervan, dat baal ik voor mezelf, zelf niet goede regels in mijn hoofd heb, waardoor ik ook meer stukken kan schrijven. Ook een verslag van de raadsvergadering kan doen, want daar is niks mis mee. Nou ja, en dan zitten we af en toe op grensgevallen, maar kom op jongens, laten we die hier niet een juist waar ook het publiek debat van gaan maken, alsof wij met een €1100 aan de haal gaan. En dat we ons de tent uit moeten vechten voor een bloemetje of een tekstje, meer of minder. Dat siert ons niet. En ik vind het jammer dat u deze discussie op deze manier zo gestart heeft. Dank u wel. Mag ik daarop interperen, voorzitter? Ja, gaat u. Want ik word door mevrouw Visser aangesproken op een manier van iets inbrengen wat niet erg positief zou zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Ik heb de afgelopen tijd goed gekeken naar wat diverse partijen allemaal aan advertenties hebben gezet. En ik zou ze zo op het scherm naar voren kunnen toveren. En dan zou er ineens een heel andere indruk ontstaan. Dus ik vind het een beetje vervelend als mevrouw Visser nu mij een zwarte piet toeschuift. Terwijl ik gewoon iets bespreekbaar probeer te maken wat we de afgelopen jaren niet hebben gedaan. En dat, dat neem ik mevrouw Visser kwalijk. Meneer Verkeulen, ja, ik kan niet moeilijk zeggen, dank u wel. Mediums geweest waarop inderdaad, zoals meneer Seilemaker ook zegt, gewoon aanwezig gaat kunnen zijn. We hebben goede debatten erover, goede keuzes die gemaakt worden. Maar eerlijk waar, u kunt mij aanspreken van wat ik van u vind. Maar ik vind uw toon over dit onderwerp niet kunnen alsof wij regels overtreden. Het is niet zo. Ze zijn interpretabel en we hebben af en toe grijze gebieden. Daarom begon ik over het puntje anders. Je hebt grijze gebieden en dat gaan we nooit eruit krijgen. Even nooit. Dank u wel. Voor ze mag ik nog een keer interpreteren. Want heel kort dan. Heel kort. Als je mevrouw Visser de lijn volgt, dan is dat uiteindelijk ook het ultieme excuus om gewoon op de voet verder te gaan, die we nu al jaren doen. En gewoon advertenties met partijpolitieke inhoud te plaatsen. Terwijl we hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. Het is heel simpel.
En meneer Verkeulen, ik heb geen enkel excuus nodig. Stoppen nu maar, want dit gaat echt de verkeerde kant op. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dus ik stop dit inderdaad. CDA. Meneer Rees. Ja, voorzitter, volgens mij is er niks mis mee met het plaatsen van partijpolitieke advertenties. Alleen is het de vraag of je ze mag declareren in het fractiebudget. Ik geloof niet dat meneer Verkeulen dat bedoelt. Of juist wel. Nee, ja, voorzitter, ik heb die discussie gevolgd en ik vind het eigenlijk de praat niet waard. Wij zijn het eens met het raadsvoorstel, maar je mag je volgens mij ook afvragen waarom we überhaupt een raadsvoorstel hebben. Dat volgt waarschijnlijk uit de verordening. Maar wellicht kunnen we, als we dan toch de verordening gaan wijzigen, dat we hier geen raadsvoorstel aan de raad mee gaan voorleggen. Want dit is net wat mevrouw Wister zegt en meneer Zeilenmaker over. Het is elk jaar hetzelfde liedje, elk jaar weer gesteggel over wel of niet een bloemetje declareren, wel of niet een advertentietje, politieke boodschap declareren. Wat mij betreft kunnen we daar veel pragmatischer mee omgaan. Deze discussie in de commissie en raad niet meer houden. Gewoon bij het presidium laten, de bedragen voor mij wat halveren. Dan is de impact ook veel minder. Want we hebben het over, nou ja, ik zeg gechargeerd tientjeswerk op een begroting van 90 à 100 miljoen euro. Nou, voorzitter, het is de praat nogmaals niet waard. Eens met het voorstel, hamerstuk, afhameren die boel. We gaan verder. Bon, meneer minister. Ja, voorzitter, net als alle voorgaande jaren, er moet even een glaasje wijn moet er voorbij komen. En, maar goed, dat is nou eenmaal zo. En voor ons een hamerstuk. Mag je niet declareren? Ik concludeer, omdat er geen motie of amendement is aangekondigd op voorhand. Voorzitter, mag ik nog iets zeggen? Voorzitter, mag u iets zeggen? Ik ga ervan uit dat in de beantwoording van meneer Van Keulen ik de vraag 7 die hij gesteld had in zijn schriftelijke vragen daarmee beantwoord heb, want anders staat dat nog open. Ja, dat was die politieke vraag. Die heb ik beantwoord. Die nog open stond. Ik neem aan van wel, want ik heb de heer Van Keulen er niet over gehoord dat die vraag niet beantwoord was. Het wordt een hamerstuk, dus er wordt niet meer over gediscussieerd in de raad. Alleen wordt die nog officieel vastgesteld in de raad van 20 mei.